Hoi, ik ben Tim en vandaag zijn we bij het huis van René. Dag René. Hoi Tim. Hallo. En ik ga je laten zien hoe je de thermocard kunt gebruiken om inzicht te krijgen in je isolatie. En ik ga je een kleine maatregel geven, zodat je warmte binnen kan houden en dus gas kan besparen. Goed, dit is de thermocard. Als die in het groene deel komt, van 20 tot 26 graden, dan is het goed geïsoleerd. Als die in het gele deel komt, ja, dan kan je wel iets gaan doen aan isolatie. En bij het rode deel moet je iets gaan doen aan isolatie. Maar hier zit die op 20 graden in het groene deel. Dus goed geïsoleerd. Nou, zijn er nog andere plekken waarvan je denkt, hier kan het misschien wel beter? Ja, ik denk bij de voordeur. Nou, we zijn hier bij de voordeur. Dit is nog enkel glas, dus ik ben heel benieuwd wat het doet. Nou goed, gaan we kijken. Hij gaat dan naar beneden. 16 graden in het rood. Ja, hier kan wel wat gebeuren, maar daar heb ik wat maatregelen voor. Hier heb ik iets kleins wat je zelf al kan toepassen, tochtstrip. Dankjewel. En ja, mocht je grotere maatregelen willen treffen, dan kun je denken aan HR++ glas. En mocht je nog meer maatregelen willen treffen, kom dan vooral langs bij het energieloket voor gratis onafhankelijk advies over zonnepanelen, isolatie en alles rondom verduurzaming.